directeur van de Surinaamse Postspaarbank, Gin Mardo Cromosuto, en directielid Faranaas Halsil van de Centrale Bank kregen vandaag beiden hun celstraffen opgelegd van de kantonrechter. Terwijl Cromosuto 5 jaar celstraf en een geldboete van 150.000 SRD tegen zich hoorde, is er tegen Halsil 3 jaar gevangenisstraf geëist en een geldboete van 100.000 SRD. De rechter acht het wettig en overtuigend bewezen dat Halsil zich schuldig heeft gemaakt aan het financieel benadelen van de staat. Advocaat Merwin Dugua stond journalisten vanmiddag na afloop van het eerste gedeelte van de rechtszaak te woord. Het was belangrijk om te weten wat de overwegingen zijn, dus ik zat daarop te wachten. Om te weten op grond waarvan de kantonrechter de mening is toegedaan dat het geen bewezen acht wettig en overtuigend is geweest. Of althans wettig en overtuigend bij haar is overgekomen. Want die wettigheid en die overtuiging is niet bij mij. Wij zullen dus nog even met de cliënt nagaan om te kijken hoe we tegen dit vonnis opkomen. Dugua zegt verder dat de verdediging in hoger beroep gaat. De advocaten hadden gehoopt op vrijspraak, omdat zij op geen enkel punt konden komen dat zou moeten rechtvaardigen dat Halsil zo afgestraft zou moeten worden. Ik kan me niet terugvinden in de overwegingen en ook niet in de strafmaat toekenning. Waarom niet? Omdat wij de mening zijn toegedaan dat wij genoegzaam hebben kunnen aantonen dat het in deze om een beleidsaangelegenheid gaat. En u weet, als beleid gemaakt wordt, heb je uitvoerders van dat beleid. En in deze is mevrouw Halsil uitvoerder van een beleid geweest. En dan komt op een gegeven moment de rechtspraak tot het oordeel dat de mevrouw straf verdient op basis van een beleid dat is uitgestippeld en uitgevoerd is geworden. En neemt u niet weg, om het simpel uit te leggen, als we nagaan dat de kantonrechter vindt dat de staat benadeeld is geworden. Het is diezelfde staat die het beleid heeft uitgestippeld. Het is diezelfde staat die ervoor heeft gekozen om een bepaalde constructie toe te passen. Dugua zegt dat Halsil slechts opdrachten heeft uitgevoerd en nu daarvoor moet boeten. In hoger beroep zal de voorlopige invrijheidstelling van de belaagde weer worden geëist. Voor beide veroordeelden geldt dat de tijd in voorarrest wordt afgetrokken.